In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Bergijk Radio. Bergijk Nieuwe Stijl. Bergijk Radio. Voorheen Radio Bergijk. Bergijk Radio. Nieuwe Stijl. Bergijk Nieuwe Stijl. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Ja, dames en heren, goeiedag. Het is misschien voor u eventjes wennen, maar dit is Bergijk Radio. En dat wordt gepresenteerd door de presentator die u al kent van Radio Bergijk, dat dus niet meer bestaat. Want dat heet nu Bergijk Radio. Dat is namelijk Toon Sporenberg en zijn nieuwe assistente Albertine van Oorschot. Ja. Ja. Uw gastvrouw. Albertine van Oorschot. Bergijk Nieuwe Stijl. En we gaan er een prachtige uitzending van maken, waarin onder andere Albertine haar eerste echte interview gaat doen. Dus wij hebben er zin in. Ik hoop u thuis ook. We zitten nog steeds op dezelfde frequentie als destijds Radio Bergijk. Maar dat heet dus nu Radio. Nee, pardon. Bergijk Radio. Voorheen Radio Bergijk. Nieuwe Stijl. En we beginnen met een gemeentebericht. Precies. Gemeentebericht. Gisterenmiddag om 1600 uur werd op het hof de heer Peer van E. door de plaatselijke politie ingerekend. De heer van E. stond in zeer kennelijke staat met ontbloot onderlichaam, luidkeels bedreigingen te uiten aan het adres van Bergijk Radio. De politie heeft de heer van E. overgedragen aan de lokale psychiatrische afdeling van de GG en GD. Tot zover dit gemeentebericht. Dames en heren, het is nu aan Albertine van Oorschot, ja, om haar eerste officiële radio-interview te gaan doen voor Bergijk Radio. Albertine van Oorschot, het woord is aan jou. Dankjewel. Ja, wij zitten hier in de studio. Welkom met Henk Lauwers. Ja, goeiedag. Henk Lauwers is voormalig betonvlechter, voormalig arbeidstherapeut bij de penitentiaire inrichting in Eindhoven, heb ik begrepen. Ja, bij de Grote Beek. Bij de Grote Beek. Daar zit jij dus niet meer? Nee, nee. Daar ben jij weggegaan? Dat, ja, werd je te veel of wat was de reden? Nou, dat heb ik al een keer verteld. Dat doe ik niet nog een keer. Oei. Ja. Dat is dus niet zo'n heel goed begin van dit. Dan... Maar goed. Ja. Mag ik ook iets drinken? Meneer Kopstoot? Wat wilt u drinken, meneer Lauwers? Noem een kopstoot. Kopstoot van meneer Lauwers. Goed, als ik het goed begrepen heb, mag ik u zeggen? U hebt een... mag het? Ja, zeg jij maar u. Goed, u bent dus Henk Lauwers. Voormalig penitentiaire inrichting, arbeidstherapeut. Ja, dat heeft u al gezegd. Veel meegemaakt natuurlijk. Meneer Sporenberg, dat heeft u al gezegd. Ja, dat heeft... Exposeert nu in de Muzeval, ja, met wel een heel interessante uitzending. Thema, Albertine, het thema van de... Van de voorstelling wat u daarop hangt is, ja, en dan moet ik toch ergens lachen, is verdriet. Ja. Nou ja, verdriet integreert mij dus mateloos. En in de tijden waarin we nu leven is er gewoon heel veel verdriet. Echt heel veel verdriet. En dat integreert mij mateloos. En hoe komt dat? Wat is er zo interessant? Maar het irriteert mij ook. Want het irriteert me? Ja, wij zijn als samenleving, als mens, zijn wij verweekt. Echt verweekt. We janken om alles. Ja. Verdriet is de meest voor de hand liggende emotie. En daarom heb ik daar een hele reeks mini-stekwerken van gemaakt. Mini-stek? Ja. Maar ja, mogen we het er misschien eens eentje zien? Want ze hebben dus het thema verdriet, maar ze zijn niet allemaal hetzelfde. Nee, dit is bijvoorbeeld stil verdriet. Goh. Zo staat hij goed. Ja, dit is zie je toch, het is gewoon een jongetje van 3, stil verdriet. Ja, u ziet ze in elkaar. Jongetjes van 3 niet zo stil hoor. Nou, u ziet ze in elkaar gestampt de driewielen ernaast, in mini-stuk. Goh. Ik zou dan nooit kiezen voor stil verdriet. Niet als ik... Zou jij dat kiezen? Nee, maar je moet even vragen welke vormen van verdriet je dan nog verder heeft. Welke vormen van verdriet heeft u dan nog verder? Behalve stil verdriet. Heel goed, Albert. Een jongetje met ingestampte driewieler.
Nou, dan hebben we bijvoorbeeld hier, ik ga er even snel doorheen, het radeloze verdriet. Dat die? Ja, het hopeloze verdriet. Wacht even. Het onbegrijpelijke wat is hier verdriet. Radeloos aan deze en die vrouw die daar zit bij op dat bankje, op dat IKEA-bankje? Albertine. Wat is daar nou radeloos? Nee, maar leg het uit. Nee, dat snap ik wel, maar je moet eerst gewoon vragen welke vormen van verdriet die allemaal behandelt. Welke vormen van verdriet behandelt u allemaal? Behalve stil verdriet en radeloos verdriet? Maar kijk, het hopeloos verdriet is wat u al net zei. Hopeloos verdriet. Dat is die jonge vrouw op dat IKEA-bankje. En er ligt wel een dood kind naast. Is dat? Ja, dat is natuurlijk ook heel erg moeilijk om dat met puntjes goed vorm te geven. In mini-stukken. Ik dacht dat het gewoon een app was. Vijf minuten voordat dit tafereeltje werd vastgelegd, leefde het kind nog. Kunnen we iets voorstellen, dacht ik. Maar goed, dan en dat is wel het kind van die vrouw ook. Het is haar verdriet. Ja, natuurlijk. En wat voor vormen van verdriet zijn er nog meer? Het onbegrijpelijke verdriet. Een oorlogstrauma. Gruwelijke psychische gevolgen van oorlog en geweld. Het eindeloze verdriet van achterblijvers. Die levenslang slachtoffer zijn. Hier heb je bijvoorbeeld twee ouders. Dus deze. Dat is die. Ja. Wat is de man en wat is de vrouw dan? Oké, dit is de man en dat is de vrouw. Oh. Goh. Ze hebben allebei een broek aan. Ja, dat vind ik dan gek. Zeker op. Ik vind dat kunst kan niet duidelijk genoeg zijn. Hè? Je moet nooit, vind ik hoor, de kijker aan het twijfelen zetten. En ik twijfel nu meteen als ik dit zie. Man en een vrouw. Denk ik, ja. Haha. Ik geloof het dan gewoon niet. Albertine, ja? Je gaat nu te veel op je eigen persoonlijke interpretatie van dingen. Ja, dat vind ik ook. Terwijl je als interviewer eigenlijk de ik irriteer me. Ik begin me een beetje te irriteren hoor. Ik begin me echt een beetje te irriteren. Ja, je moet even. Maar Albertine, dus je moet gewoon. Gewoon inhoudelijk. Inhoudelijk. Gewoon alsof ik er niks aan vind. Alsof het mij niks doet. Nee, dat vind ik moeilijk. Ik vind het gewoon heel moeilijk. Als ik een schilderij zie en ik denk er staat een titel bij en het zegt mij niks. Hallo, denk ik dan. Hallo, kunstenbakker. Kunnen we het even anders maken dan? Of hang het andersom? Ja, Albertine. Het irriteert mij. Ja, maar dat is dus geen goede objectieve... Heb het al gezien hier. Ik stap maar weer eens op. Nou, ik wou toch nog wel heel graag even zien het verdriet tussen man en vrouw. Want daar zit u mee te adverteren links en rechts. Mag ik die eens zien? Welke is dat? Dit is... Is dat die? Irriteert mij weer mateloos hoe er hier met de kunstenaar in zijn werk omgegaan. Of is het die? Meneer Lauwers, maar dat is ook niet voor niks, meneer Lauwers. Nee hoor, ik heb... Albertine, ik heb het helemaal gehad met Berghijk Radio. Ik stap op. Nou, dat vind ik dan ook weer... Wacht even, meneer. Nee, ik stap op. Meneer Lauwers, misschien dat wij... Misschien kunnen wij er één kopen van die man. Nee. Sporenberg, mogen wij er één kopen van u, meneer Lauwers? Je had iets eerder in kunnen grijpen, mogen wij zo heen? Albertine. En dan hangen we hem andersom. Dan is het gewoon. Dan is het moderne kunst. Ik wil die raadloos met die emmer, wat eigenlijk een baby is. Mag ik die kopen van u? Zeg maar het kost. Maakt mij niet uit. Sporenberg, je bent een mietje. Een slap figuur. Een homo. Geef mij die met die emmer. Mag ik die? Je bent nog een raadloze verdriet. Hey, je bent nog een vent. Ja. Meneer Lauwers. Meneer Albertine. Geef mij dat ding nou. Nee. Geef mij nou dat schilder. Nee, geef mij dat schilder. Geef mij dat schilder. Ik hou deze gewoon achter. Ik vind deze schitterend. Kijk nou, wat is een schitterend schilderij. Als je hem zo houdt, of als je hem zo houdt. Nou is onze gast dus weg. Maar ik heb wel een mooie Albertine, schilderij. Ja. Albertine. Dat was niet goed. Tetje, kun jij even een muziekje opzetten alsjeblieft? Radeloze muziek, Tetje. Hopeloos loop ik hier door de straat zonder doel, zonder haast, zonder jou. Albertine, kijk, ik vind het heel leuk dat jij met mij Bergrijk Radio gaat maken. Maar je moet dan wel van een ervaren radiomaker wat dingen aannemen. Dus, op het moment dat je een gast hebt... Nou, geef maar een evaluatie, dat lijkt me goed. Nou, ik moet zeggen, voor een eerste keer heb je het geprobeerd, maar je laat veel te veel je eigen persoonlijkheid in de interviews doorklinken. Huh? En dat is wat Radio Bergrijk juist niet doet. Je hoort nooit de persoonlijkheid van de interviewer er doorheen. Het gaat altijd om de gast. Dus hou daar nou volgende keer rekening mee. Maar, Tijdje, zet de muziek maar weer af. Hoe had jij dit dan aangepakt, Toon of Peer? Wie ben je ook weer, Toon of Peer? Ja, nu voel ik een knappende microfoon opkomen. Even voor de luisteraars thuis. Dat is goed. We gaan nu jouw eigen rubriekje even doen. Ja, dat is hartstikke leuk. Knutselrubriek. En dan knutsel ik dus met een wekkerradio. Knutselrubriek.
Ja, dames en heren, dit is weer Albertines knutselminuut. En vandaag gaan we niet iets moois maken, maar we gaan iets repareren. Het kan ook heel nuttig zijn dat je gewoon eens even op de radio hoort hoe je iets kan repareren. Nou, wat ik hier heb staan is een wekkerradio. Ja, wat een bijzondere. Fout. Judoka. Deze wekkerradio, dat zullen veel mensen wel meemaken, die doet het nog wel, alleen het displaytje doet het niet meer. Dus dan heb je bijvoorbeeld een halve twee of een één, lijkt een één, maar is eigenlijk een zeven of zo. Gewoon, je weet niet precies hoe laat het is en dat is erg moeilijk om daar wat aan te doen als je er geen kennis van zaken hebt. Vandaar dat ik dat nu behandel. Wat je nodig hebt om zoiets te repareren is een universele schroevendraaier set, maar dan wel van kleine schroevendraaiertjes, dus met hele kleine kruiskopjes en gewoon kleine tangetjes. Een klein mesje hier, een beetje scherp mesje. En natuurlijk contrastvloeistof. Dus ik schroef het ding eerst even open. Zo. Oh. Kijk, dat gebeurt dus heel vaak. Dan maak je hem open en dan heb je niet meteen het plaatje. Dat heb ik dus ook nog, terwijl ik het redelijk vaak doe. Dan is het handig om de contrastvloeistof erin te gieten. Je hebt meestal wel contrastvloeistof in grote flessen. Gooi dat in die wekkerradio. En oh, dat is natuurlijk... Och. Hé, hey, dat is heel jammer. Wat ik doe is, ik schroef dit weer vast. Ik giet even die contrastvloeistof eruit. Want dat moet er natuurlijk, kijk, wat erin gaat, moet er ook altijd weer uit. Ik zet hem nu op zijn kant. Kijk, en dan zie je, ik zie nog steeds het displaytje, maar ik zie nu helemaal niks. Niks meer. Maar dat komt natuurlijk omdat hij niet in stopcontact zit. Wacht, dan doe ik hem toch ergens in het stopcontact. Zo. Nee, dit zegt me niks. Dat komt omdat... Dat stond. Ik had hem op de kop. Zo. Hier zit het displaytje. Dat moet er toch even uit. Dus ik doe hem eerst weer de schroevendraaier uit de muur. Ik schroef het displaytje nu los aan de onderkant. Ik ga er met mijn vinger in. Ja, nou voel ik het displaytje. Dat is door de contrastvloeistof een beetje... Ja, hoe zou ik het zeggen? Een beetje chipper geworden. Dus dan is dat makkelijker te betasten. Dan kun je het er... Zo... Aantrekken. Nu heb ik het displaytje in mijn hand en nu zie ik wat eigenlijk... Ja, kijk, dit is het euvel. Wat dus eigenlijk aan de hand is, er is een soort bedden... Ja, wat zou ik zeggen? Het weer wat wel eens in de bedden zit, kan ook in het displaytje van de wekkerradio komen. Dat is eenvoudig weg te halen met... Hier heb ik een klein tissue, dat is dus ook altijd handig om erbij te hebben. Dat veeg ik dan weg. Nou, doe ik dat displaytje er weer in. Dat is altijd moeilijk. Wat is de goede en wat is de verkeerde kant? Dat kun je weer even testen door de... Stekker in het stopcontact te doen. Dit is de goede kant, maar op zijn kant. Dat is niet goed, want dan worden de letters heel anders. Zo, ik schroef hem hier weer dicht. Nee, wacht even. Nu heb ik wat over. Nou, dat maakt niet uit. Als het gewoon vast zit, zit het vast. Gewoon weer neerzetten. En nou doe ik hem in het stopcontact. En dan... Nou ja, dit was ook een hele oude. Radio. Nee, pardon. Bergijk Radio. Voorheen Radio Bergijk. Nieuwe stijl. Mededelingen senioren. Voor senioren. Door senioren. Dat was Bergijk Radio. Ja, ik vond het schitterend, vond het leuk. Ja. Nou, ik zeg in ieder geval voor alle zieke mensen... beterschap en alle gezonde mensen in Bergijk. Kop op! Ja. Okay,